kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve Dremus. Vergeet geen blauw duimpje dan mocht je doen. En ja, onze Bea is er ook bij. Goedemorgen, Bea. Goedemorgen. En ja, mensen, we zijn pas wakker. Ik moet nog even naar de bakker toe, want ik kom tot de conclusie dat ik geen sortiges meer in huis heb. En dat is een beetje kut, want we hebben honger. Dus dan gaan we maar sandwichen halen. En schat. Voilà. Ik hoop dat jullie ook van de vlog van gisteren hebben genoten. Amai man, 2 uur en 4 minuten. Toppie hè. Dus vandaag gaat het allemaal niet zo lang worden als die van gisteren. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Ik ben nu voor de 3e keer al aan het proberen voor de vlog in elkaar te steken. Het is een klein beetje aan het mislukken. Dus daarom dat ik ook de vlogbestanden ben ik nu ook op een externe harde schijf aan het zetten. Misschien dat ik die ook op mijn hoofdcomputer ook in elkaar moet gaan steken. Wie weet dat. Dat moeten we nog wel zien. Dus, en ik ga dit nog even wat bijstellen. Dat ook weer al wat beter is. Want Cycle komt iets te rap erop. Oei, je blijft het gamersten. Schat, wat heb je gedaan? Wat heb ik gamersten? Ziet je, Cycle is er gewoon te snel eruit. Dus minnekes toch. Het is frietkraampaarten. Het is maar 8 geworden. Brrr. En? Het regent nog eens voor de lange tijd. Oh my god, mijn vensters. Oh, die zien er niet uit. En nu op zoek naar een bakker of iets wat open is. Dus ik ga sowieso al mijn zoektocht beginnen. Hier is het centrum in Alleke. We gaan nog een keer spuiten. Ja. Ik probeer zo min mogelijk mee het nog altijd te verplaatsen. Ja. Dus ik ga eerst naar de OK toe. Nee, ik ga eerst toch richting de Carrefour Market. Want ik weet sowieso, Alte Corner is gesloten, 9 van de 10 kansen. Ik heb toch wel eens gekeken als Alte Corner open is. Dus als jullie wel eens weten waar, als ik iets heb gevonden, ik ga nog wat muziek luisteren. En ik zal zeggen, geniet maar van de timeslap. Ik hoop dat jullie van de tijdslapjes hebben genoten en nu nog mijn boodschappen eruit halen, want het is fucking heel koud buiten. Even op mijn rug gooien. Afzet 3. Voilà. God, het is frisjes buiten. Dus dan pak ik maar shortcuts. Voor proberen al binnen te zijn. Maar dan klink ik hier al bijna mee. Voet om. Tida. Ja, tida. Ja, tada. Ja, tada. Hoi. Even nog een goede dasje zeggen tegen mijn buurvrouw. Oké. Ja. Mijn schatje vast zijn. We do. Mijn schatje vast zijn. We do. Mijn schatje vast zijn. We do. Mijn schatje gaat verrast zijn. We do. Bam, padam. Voilà zijn mensen, dit is onze ontbijt voor 's morgens vroeg. Ja, bijna. Ontbijt. Middag bijna. Hè, schat? Ja.
Zeg je nog moe? Nee. Wat scheelt er? Niks. Oké, nog iets te zeggen tegen de kijkers? Hallo kijkers. Nog iets? Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Nee, doe dat zelf. Want dat heb ik al gedaan. Dan moet ik dat toch niet weten. Dus zo mensen, we gaan hier nu eens lekker ontbijten. Jawel, het hangt nog altijd op mijn YouTube. Yeah. Vlogger. Yeah. Gamer. Yeah. Psycho. Yeah. En nu nog Psycho TV. Toppie. Ja mensen, dus na het ontbijt moet ook alles weer al opgeruimd worden. En dan ga ik ook de afwas doen. En ondertussen tijd wordt zij opgebeld. Wat maar op hoor. Mama, even stil hè, want zij is aan het opnieuw. Zij? Amai, ik wist niet dat ik een vrouw was. Nee, ik is een zij. Vraag maar aan die mama. Vraag maar aan die mama. Mama, knik jou of ik zij zij. Ah, voilà, we zijn niet met twee. Yes, 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 dankjewel, de mama van... Dankjewel, de mama van Bea. Dus ik ben nu op aan het ruimen en dan kan ik de afwas doen. En dan kan zij rustig babbelen met haar mama. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo, bye bye, zwaai zwaai. Zo, we gaan nog eens een episode opnemen van... Theme Park World. Kijk hoe ver dat ik er nu geraak. Ik ga een opname doen van om de beide drie kwartiers. Dus de vlog gaat sowieso al meer dan een uur zijn. Dus zij daar ook maar blij om dat er nu redelijke lange vlogs er weer al zitten aan te komen. Ik heb de fit weer al gevonden voor ergens toch achter mijn... zowel achter mijn computer te kruipen als achter mijn laptop voor te renderen. Als achter mijn PlayStation 1 te kruipen. Voor die filmpjes toch te maken. Ik zal zeggen, geniet er maar van. Dit gaan we afzetten. De laden duurt altijd redelijk lang. Schatje. Ja. Ik heb misschien nog een idee. Wat hè? Om de tafel eens weg te doen. Ja. En een dansspelletje. Ja, samen een dansspelletje doen voor de kijkers. Ja. Ik denk dat ze het ook wel eens leuk vinden om iets anders te zien. Ja, oké. Team Pike World Full Sim Psycho TV, daar gaan we dan. Met mijn eerste lening dat ik heb moeten aangaan. In het spel, hè? Niet in dicht, mensen. Voilà, die is geladen. We gaan er eens terug richting naartoe. Start. Oké. Kijk, daar is wel volk dat eraan komt. Een park is weer geopend. Ja, deze attractie stond op het punt om in een kan te starten. Ja, ik weet het. Waarom heb je de tafel zo opgeschoven nu? Gewoon om te kunnen spelen en te filmen. Ja, en hoe kan ik achter mijn laptop? Een beetje schuiven, voilà.
Ik hoop dat we heel rauw terug in het groen gaan staan. Dan moet ik een lening aangaan. We zitten bijna terug in het groen. Drinktentjes. Drinktentjes, alsjeblieft. Ze hebben dus dorst, dus daar staat al eentje. Hier staat ook eentje. Hier stond ook eentje, dacht ik. Ja, hier stond ook nog eentje. Deze hier, een wandelpadje. Je hebt het maximale aantal schoonmakers voor je park bereikt. Als je de productiviteit van de schoonmakers verder moet verbeteren, moet je ze trainen. Ja, moet ik ze trainen, moet ik ze trainen. Je attracties zijn niet echt top. Misschien moet je er maar een nieuwe bouwen. Je hebt onderzoek gedaan naar een paar nieuwe attracties. Hier zo plaatsen. Je geeft meer geld aan de salarissen en het personeel uit dan aan je verdient. Leg de baan helemaal tot aan de andere kant van het beginpunt van de attractie. Dat was ik ook van plan. Je financiën zien er belabberd uit. Ik denk dat je je uitgaven wat moet intonen voordat je erop komt te staan. Over bepaalde attracties aan het bouwen. Dan probeer dat zo terug te komen. Voilà. Ja, ja, ja. Ik ben de wachtrij aan het proberen te fixen. Je hebt niet zo heel aantrekkelijke voorziening. Voilà. Dankjewel. Sommige bezoekers die je prijzenkraam hebben uitgeprobeerd, zijn niet tevreden. Je moet eens uitzoeken wat er mis is. Ik wil niet heel erg kritisch zijn hoor, maar je hebt een belazerde selectie attracties in het park. Heb je er al aan gedacht om er meer te bouwen?
Nee, de bouw, hè. Ik heb al redelijk veel attracties al staan in mijn pretpark. Dan gaan we op naar de $300. Oké. Zelf nog verbeteren? Oké, dan. Ik ben de attracties aan het verbeteren, dus nu gaat deze onderste hier even in lockdown, voilà. De welke? Dat doe ik nog niet. Tot nu toe weet alles nog goed. De bezoekers hebben het erg naar hun zin. Dan ben ik al aan het vallen. 12 minuten en 56 seconden. Oké. De wetenschappers hebben een paar nieuwe attracties ontdekt.
echt. Met jullie voorzieningen, voorzieningen. Je vindt ze in de lijst open voorzieningen in het scherm kopen. Mag ik hier nog even een stafruimte maken? De mensen vinden je eten goed. Goed zo. Alle beschikbare voorzieningen zijn gebruikt. Vanaf nu kun je alleen nog bestaande voorzieningen vervangen. Je geeft meer geld aan de salarissen van je personeel uit dan dat je verdient. Misschien moet je wat personeel ontslaan. Je doet het erg goed. De mensen in het park hebben het echt naar hun zin. Ga zo door. De mensen vinden je toegangskaartjes te duur. Heb je er al aan gedacht om ze goedkoper te maken? En nu vinden ze het weer al te duur. Oh my god. Ja, naar 2,50. Sommige mensen die je park vergeten hebben, vinden dat ze afgezet zijn. Je moet de situatie verbeteren voordat er meer bezoekers boos worden. Zoveel aantrekkelijke voorzieningen. Bomen, tijntjes, wilde dingen die je park. What the fuck, okay. Rondwandelen in het park. Ja, we gaan eens met die King Kong eens meegaan. We moeten wel de wachtpaadjes wel volgen. Meer rijden. We gaan eens meer rijden met de King Kong. Sommige bezoekers die drankjes hadden gekocht, zijn ontevreden over de kwaliteit naar huis gegaan.
Allee, laat maar eens beginnen, de King Kong. Waarop zat je te wachten? Waarop zat je te wachten? Dat begint te draaien. Dit hier. Nu weet ik even wat dat die gasten er zijn. Mensen beginnen te werken. Dat daar hier zit te draaien. We gaan met de iets anders er eens mee rijden. Dit is echt zo'n leuk liedje. Ja. Schat. Ja? Dat dit echt een leuk liedje is. Ah, ik heb die laten luisteren zelfs, als je klaar bent met gamen. Oké. We zijn nu de eerste ronde bezig en we staan momenteel tweede plaats. Jawel, we zijn hier aan het karten. Jawel. Oh, ziet het zo leuk dat is. Oh ja, hier nog een bosje, hier nog een bosje, die derde plaats. Ja, ik heb hem mooi kunnen blokken. Oh my man, dat is wel een lange attractie. Ronde 2, we gaan stoppen. Ja, wat ik ook al heb gezien is dat die iets te lang duurt. Even voor. Voilà. Ik ga even naar de wc toe, mensen. Dus geniet maar van de attracties. Ik zal het hier even opzetten. Dan zit je ook de kartbaan. Voilà. Ik ben direct terug, mensen. Zonder enige voorziening in je park. Het is net een grote lege plek.
Voilà. We gaan als men nog eens met een andere attractie is mee eens rijden. Mee vliegen bedoel ik. We gaan dus eens richting deze kant uitgaan. We gaan die met die bandje kort doen. Mee rijden. Wauw! Nu gaan we terug naar onder toe. Hop, zat er een. Wee! Afstappen. Dan gaan we eens naar deze attractie die hier langs staat. Voilà, meer rijden. En dat is dus op de rug van Zonnegod. We gaan het spel terug opslaan en dan stoppen we ermee. Want ik heb geen goeie meer. Ik heb geen goeie meer. Heb je dat gezegd? Ja. Ik heb dat gezegd, hè, kijkers. Jawel. Dus jullie zien het, ik ben hem dan aan het opslaan. Jawel, voilà, het is opgeslagen. Ik bedank om weer al te kijken naar deze gaming video. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken hier ergens onderaan. En ik zie jullie de volgende keer terug. En voor de vloggers, blijf zeker nog hangen. Tot straks, yo! Zo, het is geen drie kwartiers geworden. Iets van om de beide 25 minuten. Ja, ik kreeg wat maagpijn, dus daarbij dat ik ook even stopte met gamen. Dat ik weer mijn lichaam laat rusten. Het is niet door jullie dat ik maagpijn kreeg. Nee. Ik heb ook weer al wat stress en al. En zit hier mijn vlog. Die ik gisteren in elkaar had gezocht. Ik moet nog 11 uur en 5 minuten nog renderen. Dus ik kan hier niks doen op mijn computer. Mijn laptop zit er ook eentje nog te doen. Die moet dan nog 4 uur en 23 minuten doen. En buiten is het bagger weer. Ah. Ja, schat. Ik hou van u. Ik hou meer van u. Wat, zeg je? Ik hou meer van u. Wat, zeg je? Ik hou meer van u. En nu hou ik dubbel zoveel van u, hè, want ik heb blijkbaar al. Mensen, zeg het dan. Zij is toch een deugenietje, hè? Eerlijk. Af en toe. Hoe dan? Wat? Mag dat dus niet, hè? En weet je wat ik ook niet mag kussen? Oei. Oei. Ziet, ze weet het al waar, hè? Waar? Ik kan het niet zeggen. Allee, zeg het. In de nek. In de nek, mensen. Dat heeft ze dus niet graag. Of dat heeft ze wel graag, maar niet in beeld. Waarom moet je zo lachen? Nee, je lacht ook continu. Ik mag dus haar niet vallen. Nu kan ik ze in beeld brengen en nu wil ze niet in beeld komen. Oei, pas op, hè, mensen. Ik heb tranen al gezien, jullie het. Oh yeah. Dus dat wordt nog even wachten voor terug op mijn laptop te kunnen of op mijn pc. Dus ik ga die even laten doen. Ik weet al welke liedje ik jou wou laten horen.
De welke? Die heb ik sinds vandaag leren kennen en kreeg traanogen. En van wie is het? Deze. Van Tino, Martin en Emma Heesters. Heesters. Loop niet weg. Acusus Casino Session. Oké. Okay. Dus daar ga ik eens even naartoe luisteren dan. Hè. Tot zometeen. Zo. Dus dat is ze mij nu aan het laten zien. Dus ik ga het even beluisteren. Dus ik zie jullie zelfs allemaal weer al terug. Wat scheelt er, schat? Dus, ja, ik ga dus echt naar de geburen, hè. Zeg, tot zelfs, hè. Salut. Ja, dat is zo wat ik bedoel. Awel! Dat is toch wel gelukt. Ik hoor nog. Het is toch mij nog wel gelukt, schat. Ah. Oh, dat mag ik niet doen. Doe dat stukje weg. Dat is niet zo erg. Het is mij nog wel gelukt. Dat is voor de vlog van morgen. Hé, ja, schat, het is mij nog wel gelukt. Ah, joh. Onze liefde is zo twee maal zo hard, hè. Het is mij nog gelukt. Olé, olé. Olé, olé. Ja, alsjeblieft. Geduld. Ik ben nog alles erbij aan het halen. Wil je mijn koptelefoon terugleggen, want ik heb die hier niet nodig. Ja, die ging niet maar mee. Oké. Okay. Dankjewel, schatie. Graag gedaan. I love you too. Ik hoop dat de vlog niet deftig wel wordt geüpload. Nog 56 minuten is redelijk laat. En dan ook nog mijn V-rally die is met een dag later online gekomen. Ga ik ook nog vandaag nog iets filmen of zo? Ik weet het niet. Dus ik denk van niet. En wat moest ik hier komen halen? Oh ja. Daar kwam ik hier halen. Dit, hè. Voilà, voor mijn gsm op te laden. Dan, dan gaan we nog naar familie kijken, naar de puurpolitie. Enzo Knol, liefde voor muziek. Oh, dank je, schatje. Wat? Ik heb
Jij gaat er naar kijken en ik ga dan een spelletje opnemen. Nee. Jawel, nee. Dus dat kan ik, perfect. Nee. Waarom niet, schat? Je hebt gezegd, dan gingen we samen kijken. Wel, nu ga je nog het meekijken. Oh nee. Peanut, help mij. Help mij uit de nood. Ja, dat zeg bij jou ook al de hele tijd. Ja. Oké. Zeg, en Peanut? Ja? Ik heb weer al een paar playlists online gegooid op mijn YouTube-kanaal, hè. Zachte praten, schat. Nice. Ga maar eens kijken op mijn website. Oh god. Oh god, zegt hem. Ja, Peanut zit dus hier achter de laptop. Oh, hij laat je gewoon zien. Prima toch? Ja, ja, mensen. Voilà. En wat vind je ervan? Waarvan? Misschien is hem naar mijn website toegestuurd of niet? Nee, ben ik nog niet naartoe gegaan. Ik probeer een Minecraft server te joinen. Oké. Zeg mensen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En nu naar de andere kant. En nu naar de andere kant voor op het belletje te drukken. Yeah. Aha. Bye bye, tot morgen. Oei, ik heb nog bezoek. Goed dat we nog niet. Ja, we hebben nog bezoek. Ik heb hier een bel gehoord. Allee mensen, tot morgen. Dan een kleine toevoeging aan mijn vlog. Kijk eens hier. De paashaas is gekomen. Dankjewel, gebeuren. En ook voor haar ziet Hufstadree ook een gedeelte. Oh my man, er zijn er wel veel. Oh, dat gaat ons lekker smaken, hè schat? Toch een leuke toevoeging aan de vlog, hè? Ja. Ja, ik hoorde de vlog afsluiten en jullie hoorden het ding-dong! Hey, Pina. En de paashaas is gekomen. De paashaas is geweest. Ja. Zo. Voor mij en Demi. Lekker, lekker, zegt Pina. Dat gaat zeker aan smaken. Dat gaat mij heel goed smaken, Pina. Allee, tot zijn we zo. Nee, tot morgen!